Edwin, afgelopen dinsdag een heet bekeravondje, denk ik. Ja, was een potje met alles op en eraan. Hè. En als je uiteindelijk hem dan zo wint, dan is het natuurlijk een heerlijke avond. Kijk je tevreden terug op de bekeravond? Ja, zeker. Sowieso het veldspel. Hè. Zeker de eerste helft denk ik dat we heel goed voetballen. Alleen dat je jezelf moet belonen door goals te maken. Nou, dan kom je 1-0 achter door een zondagsschot van VVV. Tweede helft probeer je dat ook vol te houden. Zie je wel dat je iets meer moeite hebt om echt tot kansen te komen. Op een gegeven moment breng je Tom Haaien natuurlijk in. Dan hoop je eigenlijk dat die wedstrijd nog meer onze kant op gaat. Dat je daardoor wel wat meer kans gaat creëren. Ja, dat hij dan uiteindelijk die 1-1 maakt. En dat je uiteindelijk met penalties wint. Dan heb je natuurlijk een heerlijke avond. Ja, en we zagen ook bij jou bij de 1-1 op tv de ontlading. Het sprongetje in de lucht. Hetzelfde god voor Anthony Leurling. Was het op dat moment ook even een bevrijding? En zoiets van, hij valt eindelijk. Ja, dat was het ook. Hè. Als je ziet dat je de hele wedstrijd aan het proberen bent om toch die gelijkmaker te maken. En elke keer dat het net niet lukt. Ja, dat het dan zo vlak voor tijd wel valt. Dan was het even een opluchting voor het team en ook voor ons. Met name in de eerste helft werden toch wel redelijk wat kansen gecreëerd. Ze kwamen er alleen, ze gingen er niet in. Kun je daar de vinger op de zere plek leggen? Nou ja, we hebben wel wat moeite om goals te maken. Ik vind dat we wat zakelijker daarin moeten zijn. Dus wat sneller de trek over moeten halen. Dus kan je naar binnen komen en kan je schieten. Dat we wat sneller daarin moeten beslissen. Ik vind dat we soms nog iets te lang doorbreien. Dus daar moeten we wat volwassener in worden in het afwerken van de kansen. En dan eerder schieten, maar ook gelijk reageren op een mogelijk tweede bal. Ja, onder andere. Ja, ja. Dan de penalty-serie. Ja, mooi is die schoot stijf in de kruising. Ja, zeker. Hij stond eigenlijk op een andere volgorde, zeg maar. Alleen hij wilde zelf niet de laatste nemen. Hij stond eigenlijk als nummer laatst. Hij had gereld met Ralf en hij mocht als nummer 1 nemen. En dat deed hij heel naar behoren. Heb je wel eens gezien dat er in één penalty-serie 3 ballen dwars door het midden gaan? Dat zou heus wel eens een keer gebeurd zijn. Kijk, het is gewoon goed dat die spelers ook weten hoe hun keeper reageert. Hè. Dus als hij heel snel een hoekje gaat en je ziet dat, nou, is de kans vrij groot als je hem dan door het midden schiet dat hij dan erin gaat. Hoe kijk je bijvoorbeeld naar zo'n penalty van Boris? Er is natuurlijk al veel over gezegd en over geschreven. Hij heeft natuurlijk ook in onder 21 tegen Feyenoord heeft hij natuurlijk gedaan. En eigenlijk op het moment dat hij die aanloop nam, dan herinnerde Teun me er ook nog aan van, joh, luister, tegen die onder 21 deed het ook. Ja, maar dat zal hij nou niet doen. En uiteindelijk deed hij het wel. Want ik heb het ook gekscheren tegen hem een keer gezegd. Van jij durft het wel in Boeijmeer tegen onder Feyenoord onder 21. Maar durft het ook in een grote wedstrijd. En daar herinnerde hij mij natuurlijk gelijk na de wedstrijd aan. Van weet je nog, trainer dat zei. Dus dat was wel mooi om dat het dan zo valt, laat ik het zo zeggen. Kun je daar ook van genieten van zo'n panenka van een jonge jongen? Ja, zeker. Alleen je weet wel, als je het niet maakt, dat je om je oren krijgt, zeg maar, een soort van. Maar ik hou wel van die jeugdigheid en dat tekent ook wel zijn zelfvertrouwen op dit moment, dat hij er goed in zit. En ik ben blij met zijn ontwikkeling op dit moment. Boris van Schuppen, dat was met bekeravondje wel afgelopen dinsdag. Ja, fantastisch. Al helemaal hoe het uiteindelijk afliep. Is eigenlijk helemaal hoe je het misschien wel wilde hebben. Ja, het was druk op de tribunes. Dat vind je lekker, hè? Ja, tuurlijk. Ja, als je dan helemaal bij zo'n penalty-serie, als je dan naar die bal toe loopt vanaf de middenlijn, ja, en je kijkt zo'n beetje om je heen. Eigenlijk niet, ik was niet echt gespannen, maar ja, toch, ja, heerlijk. Hoe kijk je terug op je eigen spel gedurende de hele wedstrijd eigenlijk? Ik vond mezelf de eerste helft, vooral eerste half uur, wel echt sterk spelen. Toen na die tegengoal, ja, toen zakte eigenlijk als team een beetje in. En de tweede helft, ja, weet je, wij moesten. En zij wilde het een beetje tegenhouden. Dat werd soms voor ons soms wel lastig. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat we het prima hebben gedaan. Ook ik denk dat we altijd alles hebben gegeven. En toen na die goal, verlenging. En toen in de verlenging zag je gewoon dat wij de bovenliggende partij waren. En ja, uiteindelijk met penalties gewonnen. Dus ja, mooi. We hebben heel veel aanvallen gecreëerd. Dat moet voor jou ook lekker zijn als aanvallend ingestelde speler. Ja, zeker. Ja, ik was ook nog wel bij een aantal aanvallen ook wel zelf betrokken. Ik had één keer nog een goede teruggetrokken voorzet op Ralf. Zelf nog een voorlie die net overging. Die bal moest ik gewoon drukken. Die moest ik laag houden. Ik had nog een schot op de paal. En nog wat voorzetten. Maar ja, uiteindelijk wel maar één goal. En die was van Tom. Dus ja. Het was weer een schot met links, deze keer letterlijk op het doel. De vorige die scoorde je met links, misschien toch wat vaker met links schieten. Ja, ik weet dat ik een prima schot in mijn linkerbeen heb. Ook al gewoon een prima trap met mijn linkerbeen. Dus ja, ik probeer altijd gewoon en dan gaat het nog een keer binnenvallen. Daar ben ik van overtuigd. De penalty die deed je wel met rechts. Kun je ons even mee terugnemen naar dat moment dat je naar die bal toe loopt?
Nou ja, ik heb het natuurlijk al wel een aantal keren benoemd. Maar ja, ik had eigenlijk al met een goede vriend van me afgesproken van als ik een penalty zou krijgen, gewoon mijn eerste penalty in betaald voetbal, doe ik gewoon een panenka. En hij zei nog dat hij op de tribune bijna wilde zweren dat ik het niet zou doen. Alleen ja, hij was blij dat hij het niet had gedaan, want ja, uiteindelijk, ja, ik wist eigenlijk al op het moment dat ik hem mocht nemen, wist ik al dat ik een panenka ging doen. En ja, dat was een goed gevoel. Veel reacties. Als je als jonge jongen op zo'n moment, toch een heel belangrijk moment, een panenka. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar drie keer over nadenkt, maar dat was dus niet het geval. Ja, nee, wat ik ook al heb ik ook eerder benoemd, is dat ik het al vaker heb gedaan. Dus ik had er eigenlijk weinig twijfels over. En ik dacht, ik doe het gewoon. En de keeper die duikt toch 95 van de 100 keer. En gelukkig was dit een van die 95 keer. Ezekiel Banzuzi, kun je jezelf eens voorstellen? Ik ben Ezekiel Banzuzi, 16 jaar oud. En je mocht je debuut maken afgelopen wedstrijd. Hoe was dat voor jou? Voor mij was het echt een heel mooi gevoel. Dat ik voor het eerst mijn debuut mocht maken. En ik ben er echt blij mee. Ja, je speelt al een aantal jaren in de jeugdopleiding. Hoe lang precies? Dit is nu mijn zesde jaar. En je traint hoe lang nu al mee met het eerste elftal? Ik train nu ongeveer een weekje mee met het eerste elftal. Was het voor jou een verrassing dat je in viel? Of had je het al wel een beetje verwacht? Ik had wel een beetje verwacht, ja. Want de trainer zei van tevoren al tegen mij dat ik me goed moet voorbereiden. En hoe bereid je je dan voor op zo'n moment? Want het is toch denk ik wel een belangrijk moment. Gewoon op de trainingen gewoon hard werken. En tijdens de warming-up deed ik gewoon mijn ding, zeg maar. Heb je genoten? Ja, ik heb zeker genoten. Zeker. Ja. Normaal gesproken speel je natuurlijk de wedstrijden op boeimiddag. Er kunnen ook heel veel mensen langs de kant staan. Maar ik denk dat het hier in het stadion net even anders is. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ik had niet echt veel spanning of zo. Ik weet ook niet waarom, maar het ging gewoon lekker. En je was zelfs nog dicht bij een goal. Ja. Helaas dat die niet erin ging, maar op naar de volgende wedstrijd. Wat ik persoonlijk mooi vond om te zien, dat toen die bal van Tom Haaien erin plofte, dat je ook even heel gelukkig was. Ja, was een mooi moment, ja. Vind je ook een stukje ontlading? Ja, zeker. Wat zijn jouw doelen nu voor de aankomende periode? Mijn doelen zijn om zoveel mogelijk met de eerste mee te doen en veel minuten te maken. Heel succes aankomend seizoen. En we gaan nog veel meer van jou horen en zien, denk ik. Ik hoop het, dank u wel. Sabir, afgelopen bekerwedstrijd, je basisdebuut gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Een mooie wedstrijd, een mooi moment gehad in de wedstrijd. 85 minuutjes meegepakt en natuurlijk met de fans erachter was een geweldige wedstrijd. Wanneer wist je dat je ging spelen? Ik was een dag van tevoren kreeg door dat Tom een beetje last had. En toen had ik een beetje gehoopt op minuten. Maar ik had niet verwacht dat ik een basisplek zou in de basis zou staan. Dus is eigenlijk goed uitgepakt. Ja. Dus eigenlijk hoorde je last minute dat je in de basis zou staan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk laatste moment. Ja, toen was het gewoon focus op de wedstrijd en mijn kwaliteit laten zien. Is dat voor jou lekker dat je het wat later hoort, zeg maar, dat je bijvoorbeeld niet druk gaat maken of maak je sowieso niet zo druk? Nee, ik had een dag van tevoren had ik een beetje spanningen. Maar de dag op de wedstrijd, dacht ik gewoon, ik moet mijn kwaliteit laten zien en focus op de wedstrijd en gewoon duels winnen en mijn taak uitvoeren. Dus dat ging wel redelijk. En hoe heb je die uitgevoerd, denk je? Ik heb goede reacties gekregen van trainer, dus ik heb gewoon mijn best gedaan en vind dat kon ik niet doen. Dus, Heb je ook veel reacties gehad na de wedstrijd? Want, ja. Heel veel reacties van vrienden, van familie, van iedereen om me heen. Dus het is allemaal positief. En nu? Nu is focus op de volgende wedstrijd, Topos. En ik probeer gewoon de knop om te zetten en weer focus op de volgende wedstrijd. En dan zien we wel weer. Morgen wacht er weer een nieuwe avond bij Topos. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou ja, we moeten wel weer die knop omzetten. Hè. Die wedstrijd van VV is geweest. Hè. En we moeten weer zorgen dat we vol energie die wedstrijd gaan benaderen. We zijn de afgelopen twee dagen heel erg in het herstel geweest, omdat die wedstrijd wel veel energie heeft gekost. Maar Os is gewoon een lastige tegenstander. Hè. Vorig jaar werd dat ook moeilijk gehad. En ze spelen nu in 4-4-2, waar ze heel compact staan en vanuit de omschakeling willen hun gevaarlijk worden. Nou, dan moeten wij weer zorgen dat we heel veel energie en hoog tempo spelen. En dat we zorgen dat de restverdediging, als we de bal verliezen, dat die goed staat. En dat we weer, dat we weer drie punten gaan halen daar zo. Laten we het hopen. Heel veel succes alvast. Dankjewel. Morgen wacht Top Os. Wat verwacht je daarvan? Ja, Os uit. Ja, ze hebben volgens mij de laatste zes wedstrijden met 0 punten gepakt. Maar ja, wij hebben zelf ook volgens mij nog zelf hebben we nog 0 keer uitgewonnen. Dus het wordt gewoon weer een taaie pot. Alles geven en
Morgen ben ik wel van overtuigd dat dit onze eerste 3 punten uit worden. Top, dankjewel. Succes morgen. Dankjewel. En wat verwacht je van de wedstrijd morgen? Ik verwacht dat wij dominant aan de bal gaan zijn. Dat wij vaak de bal gaan, dat we domineren en dat we aan veel kansen gaan komen. En hopen dat we met een mooie uitslag naar Breda gaan. En hopelijk weer minuten voor jou? Hoop het wel, ja. Hoop het wel. Het is gewoon hopen een paar minuutjes en moeten weer gewoon mezelf bewijzen. En het beste van mezelf laten zien. Is het ook een van jouw doelen van aankomend jaar? Gewoon zoveel mogelijk minuten maken? Eigenlijk is het doel voor dit jaar eigenlijk al. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken. En ontwikkelen als mens en als voetballer. Dus kan ik hier perfect bij NAC doen. Heel veel succes morgen en hopen op minuten en misschien zelfs een eerste goal. Dankjewel, ga ik doen. Dankjewel.